De Nationale Antidrugsraad heeft in samenwerking met de Openbare School Dijkveld een voorlichtingsdag georganiseerd. Zij deed dit in aanloop naar de herdenking van Antidrugsdag op 26 juni aanstaande. Esseline Mourawi, schoolhoofd van de OS Dijkveld, zegt dat beter op de gevaren van drugsgebruik kan worden gewezen wanneer zij educatief met de kinderen bezig zijn. Het is een groot probleem hier in Suriname. En als we de kinderen van jongs af leren om af te blijven van drugs, dan denk ik wel dat ze dit stukje dan ook wel verder meenemen. Want we wijzen dan hun ook wel op de gevaren. De kinderen weten precies van wat er allemaal om zich heen gebeurt en dat eigenlijk dat niet goed is. En zo uh, willen ze hen op deze dag eigenlijk veel meer uh, voorlichting geven ten aanzien daarvan. De United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC, waar Suriname ook lid van is, koppelt elk jaar een thema aan de Antidrugsdag. Dit jaar is het thema Listen First. Hiermee wil UNODC meer aandacht en steun geven aan drugspreventiesprogramma's op basis van wetenschappelijk onderzoek. In dit kader wordt er in de hele maand juni extra aandacht gegeven aan de toenemende drugssoorten, het drugsgebruik en criminaliteit onder jongeren. Wilgo Koster, vertegenwoordiger van de Nationale Antidrugsraad, zegt dat er nog veel gedaan moet worden aan de bewustwording van onze jongeren ten aanzien van het gevaar van drugsgebruik. U hoort ook de 9-jarige Joshua Jubitana, leerling van de Openbare School Dijkveld, die vertelt wat zijn aandacht heeft getrokken tijdens deze informatiedag. Denkt u persoonlijk dat uh, voorlichting alleen kan helpen aan het voorkomen van drugsgebruik onder jongeren? Nee, absoluut niet. Je zal acties moeten ondernemen, je zal beleid erop moeten gooien. Weet je wat ik zo grappig vind? We weten allemaal wat over, we weten allemaal waar het misschien te vinden is. We weten precies wat het met ons allemaal doet. Maar wat doen we daartegen om een simpel voorbeeld te geven? Als ik weet dat in een bepaald gebied... ...het heel sterk naar voren komt dat ze het daar gebruiken of verhandelen. Dat wil zeggen, je moet extra aandacht gaan gooien daar, toch? Je zal extra begeleiding moeten doen. Maar je zal ook moeten kijken van waarom gaat men dat doen als jongeren eraan bezig zijn. Zien ze het misschien als een activiteit als naschool? Omdat er na-school misschien niks meer te doen is. Uh, of doen ze het misschien omdat gezinnen het niet meer zien zitten... ...omdat ze nou vechten om te overleven? Of dat ze allemaal uh, een eigen... ...activiteit in elkaar proberen te zetten. Ik heb geleerd over drugs. Over, en, ja, over drugs. Je mag niet roken. Je mag niet alcohol drinken. En mensen die je snoep geven... ...mag je niet, mag je niet nemen. Want straks gaan ze drug, drugs erin zetten. Koster zegt verder... ...dat het belangrijk is... ...dat leerkrachten worden getraind... ...zodat zij de symptomen van drugsgebruik... ...bij leerlingen kunnen herkennen. Koster sprak vanmorgen tijdens de voorlichtingsdag van de Antidrugsraad en de openbare school Dijkveld aan de Pierpontweg.